Doordat ik niet op de juiste plek in de fontein stond, trok ik weer mannen aan die ook niet op de juiste plek in de fontein stonden. Gezonde relaties. Want sommige mensen die denken dat je helemaal versmelten met de ander, dat dat een gezonde relatie is. Absoluut niet. Nou, ik kwam 8 maanden geleden ongeveer bij jou. En toen was mijn laatste relatie weer mislukt. De zoveelste. De 6e relatie in 10 jaar. En toen was eigenlijk voor mij een moment dat ik echt dacht, oké, wat is nou eigenlijk mijn aandeel hierin? En hoe kan ik dit nou veranderen? Hartelijk welkom. Je luistert naar de podcastserie Faya onderzoekt de liefde. Wat nou als je de oorzaak van je liefdesgedrag hebt onderzocht en helemaal hebt aangekeken, er alles aan hebt gedaan. Traumatherapie, EMDR, psychotherapie, paardencoaching, meditatie, NLP. Ik heb eigenlijk alles wel gedaan, maar het lukt je nog steeds niet. Kan het dan misschien zijn dat het ergens anders vandaan komt? Bijvoorbeeld de plek in je familie. Met die vraag kwam ik na mijn laatste mislukte relatie terecht bij Els van Stijn. Zij is systemisch coach en de bestseller-auteur van het boek De Fontein. Vind je plek en De Fontein. Maak wijze keuzes. Vandaag in de podcast niemand minder dan Els van Stijn. De vrouw die middels haar boeken het begrip systemisch werken, oftewel familieopstellingen, vanuit een niche mainstream maakte. Hartelijk welkom, Els. Waar zullen we beginnen? Misschien is een eerste belangrijke vraag, wat is systemisch werk? En we denken vaak dat we heel erg individueel ergens invloed op hebben. Maar eigenlijk maken we altijd onderdeel uit van een veel groter systeem. En dat kan een familie zijn, dat kan een organisatie zijn, dat kan een land zijn. Nou, dat kan van alles en nog wat kan dat zijn. En daarin zitten bepaalde wetmatigheden. En die wetmatigheden die zijn eigenlijk nog niet zo heel erg bekend in de wereld. Terwijl een wetmatigheid die kan je voor of tegen je laten werken. En dat is de reden dat ik systemisch werk zo belangrijk vind dat mensen daar meer kennis van gaan krijgen. En daarvoor heb ik de metafoor van de fontein ontwikkeld, die jij ondertussen ook volgens mij al heel goed snapt. Maar ik ga proberen om hem even kort uit te leggen. Patronen in jouw dagelijkse leven die heel hardnekkig zijn. En denk bijvoorbeeld dat je altijd moeite hebt met liefdesrelaties, of je hebt altijd weer moeite met je bazen of met autoriteit, of roepen kost je heel veel energie. Als dat een structureel patroon is, dan kan je dat eigenlijk altijd terugvoeren op je systeem van herkomst. En je systeem van herkomst is je biologische systeem van herkomst. En die patronen van dat familiesysteem, die herhalen zich in je dagelijkse leven. Maar dan moet je eerst snappen waar jij staat in dat familiesysteem, om te bepalen of dat handig is of niet. En ik heb daarvoor de metafoor van de fontein ontwikkeld. En stel je eens een fontein voor met verschillende bakken met water. Hier staan je voorouders in de bak onder je opa's en oma's. Hier je biologische ouders. En jij staat altijd in de kindsbak onder je ouders, inclusief halfbroers, halfzussen, miskramen, geaborteerde kinderen, verzwegen kinderen. Wat hebben we nog meer? De helft van tweelingen die het niet hebben gered, et cetera. En daar sta je in volgorde van geboorte. En in de bak daaronder staan eventuele kinderen van jou, in de bak daaronder weer jouw kleinkinderen. En zo heb je één plek. En als je met je innerlijke houding op die plek gaat staan, dan blijkt die stroming van die fontein voor je te gaan werken in plaats van tegen je te gaan werken. En het opvangen van die onzichtbare stroming in die fontein, die blijkt zo essentieel te zijn om je vervuld te voelen in het leven en voldaan. En dat als tegenstelling tegen je leeg voelen. En heb jij broers en zussen? Ja. Welke plek heb jij in de kindsbak? Nou, ik ben de oudste. Maar van mijn vaders kant heb ik bijvoorbeeld ook nog een zus en een halfzus. Horen die dan ook in de plek? Zekers. Ja, alles met een bloedlijn hoort erbij. Of iemand nou leeft of niet. En of iemand wordt erkend of niet. Ze horen er allemaal bij. Maar stel dat het je dus niet zo goed gaat in je leven, dan kan het dus zo zijn dat je dus niet op de juiste plek in de fontein staat. Maar hoe weet je dat dan? Ja, nou, eerst moet je gewoon even snappen dat er in de basis 3 redenen zijn waarom je niet goed op jouw plek in die fontein kan staan. En daarmee kan je al een eerste diagnose misschien ook al voor jezelf gaan stellen. De eerste reden waarom je niet goed in die fontein staat, is omdat je wellicht verantwoordelijkheid overneemt die niet van jou is.
je hebt het op je genomen om je moeder op te vrolijken of voor haar te zorgen. Of je vader aan het lachen te maken. Of, maar geldt dat ook voor mensen die onder jou in de fontein staan? Dat je daar niet voor moet zorgen? Ook, je mag als oudere broer of zus mag je nog een klein beetje voor een jonger broertje of zusje zorgen. Maar wel alleen vanuit de rol als oudere broer of oudere zus. Maar niet in de rol van ouder. Want het is zo belangrijk om innerlijk je ouders bij je te hebben. Want als jij je moeder bijvoorbeeld goed boven je kan zetten in de fontein. Dus jij geeft haar de plek hier en jij staat op deze plek. Dan krijg je het vermogen om je ten diepste met anderen te gaan verbinden. En daar gaan we het volgens mij straks ook nog uitgebreid over hebben. Als ik het dus goed begrijp, dus het is, je mag dus wel voor je familieleden zorgen, maar op een natuurlijke, normale manier. Dus bijvoorbeeld als jouw moeder niet aanwezig is, dan is het niet de bedoeling dat jij de moederrol voor je broertjes en zusjes overneemt. Zeker, absoluut. Je mag wel bepaalde taken opnemen als het echt niet anders kan, maar jij blijft dan de grote zus en niet de moeder. Oké, en als je ouders bijvoorbeeld ziek zijn? Ja, dan mag je ook nog steeds vanuit, omdat er gewoon noodzaak is dat je bepaalde rollen op je moet nemen, mag je nog steeds die rollen ook verzorgen. Maar wel met je innerlijke houding dat jij de dochter of de zoon blijft. En dat je ouders de grote blijven. Ook al is misschien je vader of je moeder ziek. En dat zie je ook heel vaak bij ouders die ouder worden en misschien bepaalde beslissingen zelf niet meer zo goed kunnen nemen. Dan mag je rustig voor hen zorgen. Dat doe ik ook, hebben we ook, mijn zus en ik ook voor mijn vader moeten doen. Omdat hij ernstig ziek werd. Maar wel vanuit de innerlijke houding. Hij is de grote, ik ben de kleine. En dan blijft die onzichtbare fontein blijft stromen. En als je dus erboven gaat komen te staan, dat je eigenlijk zegt, ik weet beter wat goed voor jou is dan jijzelf. Op het moment dat je voor een ouder zorgt, omdat hij bijvoorbeeld oud is en misschien aan het dementeren is, dan kan je nog steeds met jouw eigen kennis en kunde kan jij dingen regelen. Maar nog steeds vanuit deze bak met je innerlijke houding en niet vanuit daar. En dan blijkt die fontein door te stromen. Okay. En anders gaat het tegen je werken. Dus voor de mensen thuis die denken, oké, ik dacht dat ik goed deed om voor mijn ouders te zorgen. Ja. Die moeten eigenlijk gewoon weer op hun kindsplek gaan staan. Zodat ze weer beter in de fontein komen. Klopt. Wat zijn nog meer manieren waardoor je kan opstijgen boven je ouders? Ja, de tweede manier waarom je in de bakken boven je ouders komt te staan is omdat je wellicht een oordeel over ze hebt. Wat ze hebben gegeven, dat klopte niet, dat vond je niet goed. Of misschien heb je ook objectief gezien best wel een punt dat ouders soms ook een steken laten vallen. Alleen ouders geven wat ze kunnen geven. En als ze meer hadden kunnen geven, dan hadden ze dat gedaan. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat als je bijvoorbeeld bent weggegeven als kind. Ja. Aangerand door een van je ouders. Dat je daar een oordeel over hebt. En jij zegt dan eigenlijk, dat mag niet. Nou, dat mag niet. Dat gebeurt eigenlijk automatisch. En alleen het lastige is dat die hele fontein geen rekening houdt met ethiek. Eigenlijk zeg je, als je ouders je weggeven, stel zo'n voorbeeld, dan ik gun jou je plek niet. Dus dan eigenlijk kom je dan weer erboven te staan en dan vang je wederom die fontein niet op. En het lastige is dat je kan dus gelijk hebben. En al je vrienden kunnen inderdaad zeggen dat het heel raar is dat jouw ouders jou weg hebben gegeven. En zeker ook als er sprake is van agressie of grensoverschrijdend gedrag op seksueel gebied. Dat mag natuurlijk nooit en nooit gebeuren. En het gebeurt. En het lastige is als je daardoor eigenlijk iemand innerlijk de plek niet meer gunt van jij bent nu mijn vader niet meer, dan gaat het jou niet goed. Hoe oneerlijk dat ook klinkt. Ja, en ook heel erg moeilijk natuurlijk. De kunst is natuurlijk om dan alsnog je vader te accepteren. Precies. Als je vader, als hij je zoiets heeft aangedaan. Klopt, en dan kom je eigenlijk al direct bij de hele essentiële vraag in het systemisch werk. Wat is van de ander en wat is van jou? Wat van de ander is, laat je daar. Dat die daden die je vader heeft, de daderschap die hij heeft getoond, dat laat je daar. En je gaat hem ook niet vergeven. Je laat de volle verantwoordelijkheid voor wat er is gebeurd, laat je dan bij hem. En je stelt eventueel, je geeft feedback en je stelt grenzen. Of je besluit zelfs, ik wil hem niet meer zien. En dat is helemaal oké.
Want soms zijn mensen in het dagelijks leven ook niet veilig om bij in de buurt te zijn. Dus je hoeft niet per se bij iemand in de buurt te zijn. Om je vader aan te nemen niet. Precies. Het gaat uiteindelijk om je innerlijke houding. Dat je de package deal aanneemt die een ouder is. Want een package deal is ieder mens. En een package deal betekent niet onderhandelbaar. Maar dat betekent, je vader is dat mooie. Dat minder mooie. En alles waar je naar verlangt en iemand niet kan leveren. Nou, stel dat je ouders je weg hebben gegeven, je bent ter adoptie afgestaan bijvoorbeeld, dan zit dus in jouw package deal dat jouw ouders er niet voor je zijn geweest. Nou, dat is van jou. En omdat dat van jou is, kan je dat vervolgens weer aankijken. En als je te maken hebt met agressie of iets dergelijks, nou, die agressie, dat blijft van die betreffende persoon. Je mag dus steeds feedback geven en grenzen stellen. En je kan echt beslissen, ik laat je ook niet meer toe in mijn huis. En dat is compleet valide om dat te doen. Maar vervolgens moet je wel de vraag gaan beantwoorden, wat is van mij? Dus het is altijd, wat is van de ander, dat laat je los. En je stelt eventueel grenzen of je geeft feedback. En je gaat aankijken wat van jou is. En dat is dat je het heel zwaar hebt gehad. Dat je in hele moeilijke omstandigheden misschien bent opgegroeid. Dat het pijnlijk is geweest, dat het zwaar is geweest. Dus dat je misschien wel schaamt voor je ouders of iets. Ja, oké. Dus eigenlijk zeg je dat je dat dus gewoon kan accepteren en kan gaan voelen. Ja. Daarmee neem je je ouders aan. Ja, als je iets moet verwerken en elk mens heeft ergens wel een buts of een buil opgelopen in zijn leven. Dan moeten we iets verwerken. Dat hoort gewoon bij het leven. En verwerken, dat doe je op twee niveaus. Je doet dat met je hoofd. Je maakt er een logisch en rationeel verhaal van, wat verklaart voor jou waarom het zo gegaan is. Nou, dat kunnen we over het algemeen wel. Maar deel 2 zit in je lichaam. In op celniveau, of je daar iets verwerkt hebt, op zogenaamd primair emotioneel niveau. Dus verwerken gaat dus niet alleen maar met de ratio, maar het gaat ook op emotioneel niveau. En hoe doe je dat dan? Ja, dat is heel ingewikkeld. En systemisch werk is daar een enorm goede manier voor. Want ook de methode van familieopstellingen. En dat is een bepaalde methodiek waarin je met andere mensen of met poppetjes, maar vooral ook met andere mensen in de ruimte, gaan we jouw familiesysteem opzetten. En dan krijg je opeens het beeld van, shit, zo is het in de diepte geweest. En van, au, dat doet pijn. Of, oh, wat voel je opeens verdrietig of eenzaam of iets dergelijks. Het kan dus ook zo zijn dat je die pijn eerder niet hebt gevoeld en er niet bij kon. En door zo'n opstelling, klopt, kom je daarbij. Juist, want dan zaten er eigenlijk overlevingsmechanismen tussen, waardoor je er eigenlijk niet bij kon komen. Terwijl verwerken, dat doe je dus zowel met je hoofd als ook met je lichaam. En juist met, als je bij die eenzaamheid kan komen, of bij dat verdriet, of bij die wanhoop, of iets dergelijks. Dus dat zijn echt de primaire gevoelens waar je bij moet komen om te verwerken en je ouders op de juiste plek te zetten. Precies, en dat is dan een primaire emotie, is dus verbonden aan een wond of een gebeurtenis, en die zijn goed voor je. Die zijn kort en heftig, en die maak je schoon van binnen. En meestal na 2 minuten zijn die emoties, die nemen al een stuk af, en dan gaan de eerste scherpe randjes van het gebeuren gaan eraf. Maar wat je eigenlijk heel terecht zegt, soms kan je ze ook niet voelen. Er zitten gewoon overlevingsmechanismes ertussen. Dat die echt zegt van, ja, je voelt gewoon maar helemaal niks. Nee. En dat is ook heel logisch. Want zeker voor een klein meisje of een klein jongetje, ja, die hebben nog te weinig kopingsmechanismes om met hele heftige dingen om te kunnen gaan. Dus dat wordt eerder weggestopt dat je er niet meer bij kan. Ja. Of als je dus niet kan voelen, dan kan het ook zijn dat je juist aan de andere kant secundaire emoties ontwikkelt. En dat zijn emoties die de primaire afdekken. Dus een secundaire is, het is makkelijker om boos te zijn dan te voelen hoe eenzaam je bent geweest. Ja, dus als of als voorbeeld, afgewezen. Of, ja. Ja, als we even als voorbeeld bijvoorbeeld dan nemen dat je vader je heeft misbruikt. Ja. Dan ben je boos op je vader. Ja, en dan, dat is dan secundair. Ja, het is eigenlijk altijd en natuurlijk zit ook ergens wel een stukje primaire boosheid van dat die een grens over is gegaan die die niet over had mogen gaan. Maar in essentie verlies je ook door, als je misbruikt bent door een ouder of door wie dan ook, zeker door een ouder, dan verlies je eigenlijk ook een vader. Maar eigenlijk verlies je ook op dat moment je moeder. En dat blijkt ook in de heling van dat soort processen. De innerlijke houding ook, dat je
de boosheid die er heel vaak en de teleurstelling in de moeder, dat die het niet heeft kunnen voorkomen. Dat is ook vaak een heel groot onderdeel van de heling van een dergelijk proces. Oké, dus we hebben tot nu toe het opstijgen middels een oordeel over je ouders, of het zorgen voor je ouders op een onnatuurlijke, ongewone manier. Mm-hmm. En is er nog een manier waarop je kan opstijgen in een fontein? Ja, en dat heeft te maken met een zogenaamde onbewuste identificatie. Een onbewuste identificatie. Dat betekent dat zonder dat je het weet, ben je ergens in die fontein gekomen. Stel dat dit jouw plek is, hier moet jij die stroming opvangen. En je bent van een of andere reden ben je hier terechtgekomen, soms wel generaties boven je, zonder dat je het zelf doorhebt. En dat heeft eigenlijk altijd te maken met buitensluiten. Een van de wetmatigheden in een familiesysteem is dat iedereen die erbij hoort, hoort erbij. Buitensluiten, dat levert altijd gedoe op. En buitensluiten gebeurt in een familiesysteem gewoon doordat je niet eens doorhebt dat er misschien nog ergens een halfbroer of een halfzus rondloopt of een geaborteerd kind is geweest. Maar misschien weten de ouders dat zelf ook niet. Nee, maar één iemand moet het meestal toch ergens wel weten. Maar soms weet je het ook gewoon echt niet. Alleen dit gaat wel consequenties hebben. Want buitensluiten gebeurt dus doordat je gewoon niet doorhebt dat iemand erbij hoort. Of door niet genomen rouw. Dat is dus als de rouw niet op deze manier wordt genomen, dan wordt ook nog steeds iemand buitengesloten op een bepaalde manier. Want dan mag eigenlijk iemand niet dood zijn. En dan blijf je nog zo boos dat iemand is overleden in plaats van dat je de rouw kan voelen. Dus dan wordt eigenlijk iemand ook buitengesloten. En de andere reden waarom iemand buiten wordt gesloten is omdat je gewoon met je persoonlijke geweten zegt van nou, dat is gewoon een heel raar persoon in mijn familie. Die is gevaarlijk of die is agressief, dan blijf ik bij uit de buurt. En dat is vaak ook heel verstandig. Ja. Alleen, nu krijg je het ingewikkelde. Naast je zogenaamde persoonlijke geweten heb je ook in jouw familie te maken met een zogenaamd familiegeweten. En dat familiegeweten, dat waakt over jouw fontein. Dat voel je niet, maar het zit er wel. En die heeft als doel die hele club bij elkaar te houden. Nou, zie hier het gedoe wat ontstaat als er wordt buitengesloten. Dus als, stel hier iemand wordt buitengesloten, of misschien een geaborteerd kind, of een opa die in de oorlog de kant van de NSB heeft gekozen, of een moordenaar, of nou, verzin even een scenario waardoor iemand is buitengesloten, maar het kan ook gewoon een miskraam zijn. En waar niet om gerouwd kon zijn. Of een abortus. Of een abortus, zeker. Ja? Oké, daar moet eigenlijk dan ook om gerouwd worden. Zeker weten. En die moet de plek gegund worden. En als dat niet gebeurt, dan wordt er een willekeurig kind dat later is geboren dan die persoon of personen die zijn buitengesloten. Die wordt onbewust in dienst genomen door dat familiegeweten. En die raakt dan onbewust geïdentificeerd met deze persoon die buiten is gesloten. Dus dat kan van alles zijn, wat we net hebben opgenoemd. Precies. Ja. En dan leef je volgens de dynamiek, het zal mij niet beter gaan dan jou. Het zal mij niet beter gaan dan jou. Dus dit patroon, dat herhaalt zich in je dagelijkse leven in het feit dat je jezelf gaat saboteren. Want het is niet om uit te houden, om het je langdurig goed te laten gaan. Want dan word je ontrouw aan die persoon met wie je onbewust bent geïdentificeerd. En in een opstelling, dat is die methode waarmee we in de diepte van systemen kunnen kijken, dan zien we een diepe liefde tussen die persoon die buiten werd gesloten en die persoon die onbewust is geïdentificeerd. Dat is het meest dominante patroon wat er is. Dus, kun je dat alleen in een opstelling achterhalen? Dat is een goede vraag. Een goede systemische coach kan het ook door middel van vragen misschien wel loskrijgen. Maar als je dat als persoon zelf niet weet, dat je bent buitengesloten of dat je hebt geïdentificeerd. Ja, dat is heel moeilijk om te achterhalen. Want het jezelf niet goed laten gaan doe je ook op het moment dat je vader en je moeder niet innerlijk bij je hebt. Dan gaat het ook niet goed met je op een bepaalde manier. Nee, dus eigenlijk zou je dat eerst kunnen doen. Dus je precies, vader en moeder aannemen. Juist. En als het je dan nog steeds niet goed gaat, klopt, dan verder zoeken naar wat zou het nog meer kunnen zijn. Klopt. Hoe voelt een systemische coach dat er een onbewuste identificatie is, of een moeder of een vader niet goed aangenomen is? Ja, nou, hier stel je hele mooie en interessante vraag. En daar zou je jaren theoretisch op kunnen studeren om dat te voelen. En je moet
iets snappen natuurlijk hoe systemen werken. En op het moment als je met een cliënt aan het praten bent en je hoort al dat er heel veel mensen buiten zijn gesloten, of dat er in het verleden allemaal ernstige dynamieken zijn geweest door oorlog, slavernij, door allerlei scheidingen, of dan grote kans dat er iemand is buitengesloten. Dus dat kan je ook gewoon al een klein beetje bedenken als coach. Oké, en wat kan je dan doen om het te herstellen? Ja, maar nog even terug eerst nog naar jouw vraag van hoe kan je dat dan voelen? Maar op het moment dat je als systemisch coach aan de gang bent, is het best handig om zelf een behoorlijk aantal thema's van jezelf aangekeken te hebben. Want daardoor ben je schoner, waardoor je eigenlijk als je in verbinding staat met iemand anders, kan ik vaak al dingen voelen en weten die ik eigenlijk niet kan weten, maar ik weet ze wel. En dan merk ik dat ik vragen ga stellen. En dan merk ik dat de cliënt er op een bepaalde manier op resoneert. Of ik resoneer daar zelf op. En dan weet ik van, ik zit in een goede richting. En dan in zo'n opstelling wordt loopzuiver of daar dan een onbewuste identificatie is. Oké. Als we dan heel eventjes terug gaan, hebben we dus drie manieren van opstijgen. Mensen die nu misschien luisteren denken, oké, ik wil met mezelf aan de slag om te kijken of ik dat misschien heb. Moeten die naar een systemisch coach of kunnen die ook middels jouw boek hier aan werken? Ja, het is eerste instantie is natuurlijk altijd bewustwording. Eerst gewoon erkennen dat er misschien iets speelt en dan moet je ook duidelijk krijgen wat er speelt. Nou, daar kunnen mijn boeken je al bij helpen, want daarin staan voorbeelden. Er worden dingen uitgelegd hoe je wat indicatoren zijn waardoor je mogelijk bent opgestegen. En dan staat er ook al een pad hoe je eventueel kan afdalen. Oké. En als dat onvoldoende werkt, dan ik ben bezig op dit moment ook met een online programma. Dus dan kan je het ook op die manier kan je het verder aankijken. Maar het meest effectieve is toch een familieopstelling. Want daar gebeuren dingen die je zelf met je hoofd niet kan bedenken. Want heel vaak komt iemand bij me die zegt, ja, ik heb een probleem met mijn vader. Stel. En dan blijkt het in de diepte iets totaal anders te zijn. Dan blijkt er een onbewuste identificatie in te zitten. Of de moeder die staat het niet toe dat het kind evenveel van de vader houdt als van de moeder. Dus het kind staat zichzelf niet toe om de vader leuk te vinden. Dus nou, dat soort dingen kunnen we allemaal loopzuiver maken. Ja, nou eventjes. Els is natuurlijk mijn coach. En ik ben 8 maanden geleden bij haar geweest. Voor de eerste keer. En ik dacht dat ik best wel ver was met het aannemen van mijn moeder zelf. Ik had haar vergeven, maar ja, zoals jij al net zei, dat is niet per se de bedoeling. Want het is natuurlijk wat van haar is van haar. En wat van mij is van mij. Ik dacht altijd, nou, je moet mensen vergeven. Dat had ik dan misschien mis. Maar ik had in ieder geval geaccepteerd dat mijn moeder was. En dat zij ook is wie ze is door de dingen die zij heeft meegemaakt. En dat ze op haar manier de best had gedaan. Ik had natuurlijk ook al je boek gelezen. En toen gingen we dus de opstelling doen. En toen bleek toch nog uiteindelijk dat ik er niet helemaal had aangenomen. Dus dat ik nog een stapje moest verzetten. Mm-hmm. Kan jij uitleggen wat we dan precies in de opstelling hebben gedaan om uiteindelijk mijn moeder wel aan te nemen? Ja. Nou, we hebben in eerste instantie natuurlijk ook jouw moeder. We hebben gezien in wat voor dynamieken zij vastzit. En ik vind het hier niet helemaal gepast om dat allemaal hier te gaan benoemen. Maar zij zit in bepaalde dynamieken vast, waardoor jij ook volledig hebt gezien dat er geen grijntje onwil van jouw moeder zit, maar het is volledig onmacht. Ja. En dat maakte het. Dus dat gaat ook alweer van, dan kom je ook al makkelijker over je boosheid heen, waardoor je bij je gevoel kan komen van, ach, lieve mama, ik heb je gemist, ik heb je zo nodig gehad. Want als je moet overleven, wat jij misschien ook op een bepaalde manier hebt moeten doen, dan heb je geen tijd om bij dat soort gevoelens te komen. Dan heb je alleen maar last van. Alleen dan verwerk je het allemaal niet. En vervolgens zaten daar ook nog aspecten erin. Er speelde ook nog iets tussen jouw vader en moeder, waardoor jij ook minder de kracht van je vader ook bij je had. Waardoor je ook minder makkelijk op je eigen plek kon staan. Want ook als je je vader innerlijk bij je krijgt, dan krijg je ook meer natuurlijke daadkracht. En anders krijg je ook een enorme bewijsdrang. Iedereen die zijn vader onvoldoende boven zich kan zetten in de fontein, die wordt onverzadigbaar op het gebied van erkenning en gezien worden. En daarmee dus ook een enorme bewijsdrang. En op het moment dat je je vader innerlijk boven je kan zetten, dan wordt die bewijsdrang en die behoefte aan erkenning wordt er gewoon op een
ja, op een gezond, natuurlijk niveau wordt dat neergezet. En dat uit zich weer in allerlei vormen in je leven, maar ook in wellicht in relaties. Ja, precies, want dat was uiteindelijk natuurlijk mijn bruggetje. Ik kan me dus namelijk voor de mensen die niet helemaal nog snappen hoe een opstelling eruit ziet. Je gaat dus in een eigenlijk in een ruimte staan. En dan ben ik, in dit geval was ik mezelf, maar je kunt dus ook een ander spelen. Een representant noem je dat. Ik heb in het verleden ook wel eens een keer een representant voor iemand gespeeld. En toen wist ik dus niet wat ik was. Dus ik werd gewoon door de coach opgesteld. Ja. En ik herinner me dat mijn lichaam heel zwaar werd. En dat ik eigenlijk het liefst op de grond wilde gaan liggen. Ja. En ik denk, wat is er nou? Maar ja, ik durf ook niet echt op de grond gaan liggen hier nu. Want Faya die weer op de grond gaat liggen, weet je wel. Dat gevoel kreeg ik een beetje van schaamte, wat overdreven. Het was in de opleiding van NLP. Ja. En op een gegeven moment vertelde de coach als wat ze mij had opgesteld. En toen bleek ik dus het leven van die vrouw te zijn. En die vrouw had een zwaar leven. Mm-hmm. En ik werd heel zwaar. Ja. Dus het is heel bijzonder wat er dan gebeurt. Het is een soort van spiritueel iets eigenlijk. Mm-hmm. Je staat dus in een zaal of in een ruimte en je wordt dus opgesteld als iemand. En je wordt dus die persoon of in dit geval het leven van die persoon. Ja, dat is het bizarre. Je dat krijgt is zo dus bijzonder. En hoe kan dat dan eigenlijk? Ja, en dat is het bijzondere, dat weten we dus niet. Maar we zien dus dat elk mens in staat is op het moment dat hij uitgenodigd wordt voor een bepaalde representantenrol en daar ja tegen zegt, dan weet hij dingen die hij niet kan weten. En het bijzondere is, zeker als je in het begin met systemisch werk aan de gang gaat en je doet mee tijdens een opstellingendag als representant, je wordt eigenlijk altijd uitgenodigd voor de rollen die iets over jou en jouw systeem zeggen of waarom je opeens gaat begrijpen, ach, zo moet papa of mama zich gevoeld hebben. Om nog een voorbeeld te geven van, ik werd in het verleden altijd uitgenodigd voor een moeder. Nou, dus ik ging daar staan als een moeder. En ik voelde alweer, ik werd me met naar de grond getrokken. Ik voelde me koud en rillerig. En de tranen die gleden alweer over mijn wangen. Dus dan werd er navraag gedaan van bij de cliënt, joh, wat weet je over deze moeder? En allemaal miskramen en doodgeboren kinderen. En toen dacht ik van, nou, dit is helemaal niet gek dat ik deze rol krijg, want ik ben ongewenst kinderloos. En door iedere keer in die rol te komen, heb ik eigenlijk mijn eigen thema kunnen verwerken. Ondertussen vervul je ook een rol natuurlijk voor de opstelling van een ander. Dus het werkt eigenlijk dubbel. Dus dat is niks zo is, ongelooflijk. Per ongeluk eigenlijk. Nee, dat is volledig mijn opgesteld. Ervaring. Dat verklaart vaak heel veel. En dat maakt je schoon van binnen op dat primair emotioneel niveau. Okay. En daarom is het zo ongelooflijk krachtig en mooi werk. Oké. Wij waren dus in die opstelling. En ik speelde dus mezelf. En Els speelde dan mijn moeder. Nou, uiteindelijk heeft Els mij dan laten weten wat ik moest zeggen tegen mijn moeder eigenlijk. Ja. En uiteindelijk kon ik ook wel naar mijn moeder toedraaien. Mijn vader vond ik een stuk moeilijker, had ik niet verwacht. Ja. En wat er toen eigenlijk gebeurde is dat mijn voeten niet richting mijn vader wilden draaien. Klopt. Dus dat was een stukje moeilijker. De bewijsdrang is nog niet heel verwijderd. Gisteren ging het wel. Maar dat heeft wat meer voet in aarde gehad. Maar naar mijn moeder kon ik uiteindelijk wel in één sessie draaien. En kon ik me heel goed herinneren dat Els zei, en nu pas ben je relatiemateriaal. Ik dacht, yes, nu gaat het me eindelijk lukken, die relatie. Toen vroeg ik natuurlijk even door. En toen zei ze, ja, daarvoor hadden al die mannen echt geen schijn van kans gehad. Ja, kun je dat uitleggen? Het schijnt van kans, het is maar waar je naar op zoek was. Ik zal het eens uitleggen. Op het gebied van relaties speelt jouw moeder een veel grotere rol dan je vaak bewust bent. Hoe jij, als jij je moeder innerlijk met je innerlijke houding zo boven je kan zetten in de fontein en jij staat hier, dus je laat daar wat van haar is en je kijkt aan wat van jou is, dan krijg je het vermogen om je ten diepste met een ander te verbinden. En dat betekent dus ook dat je in staat bent om je ten diepste met een partner te verbinden. Want als je naar een partner kijkt, en het maakt niet uit of het homoseksueel, lesbisch, hetero of nou, verzin alles wat er is. Achter je partner of potentiële partner staat eigenlijk altijd jouw moeder. Dus eigenlijk moet je nooit een man uitzoeken die een hekel heeft aan zijn moeder. Want dan is het sowieso een vergeetzaak. Dan is het inderdaad verloren. Geen relatiemateriaal. Want dan is het iemand niet in staat om zich echt ten diepste te verbinden. Als iemand zich ook niet met een bepaald respect
een moeder die toch het leven, jou het leven heeft gegeven en daarna gegeven heeft wat ze kon geven. Ja, want dat vind ik wel zo mooi in jouw boeken, want daar heb ik wel veel aan gehad. Mm-hmm. En ik denk de mensen thuis ook die misschien niet zo'n mooie band hebben met hun ouders, die dan denken, ja, hoe ga ik dit ooit doen? Ze kunnen jou nooit meer teruggeven als het leven. Of jij kan je ouders nooit meer teruggeven dan dat zij jou hebben gegeven, want zij hebben jou het leven gegeven. Precies. En als je dat kan voelen, dan is het eigenlijk altijd goed. Absoluut. En daarmee, tussen ouders en kinderen is er altijd een disbalans tussen geven en ontvangen. Ouders geven altijd meer dan een kind ooit terug kan geven. Ook al geven ze alleen het leven en daarna rennen ze heel hard weg, hebben ze jou nog meer gegeven dan ze ooit terug kunnen geven, dan jij ooit terug kan geven, want dat is het leven. Maar in alle andere relaties, en dus ook in liefdesrelaties, hoort er, wil het een voedende en gezonde relatie zijn, is er een constante uitwisseling tussen geven en ontvangen. Dus stel, ik geef iets aan, aan een partner. Nou, als die dat wil ontvangen, dan wordt hij daar blij en gelukkig van. Maar je voelt je dan ook altijd schuldig. Dat vinden we een rot gevoel als je iets ontvangt. Dus wat ga je doen? Je gaat teruggeven. Ook omdat je de ander leuk vindt, maar ook omdat je onbewust van dat schuldgevoel af wil. Nou, ik heb ook wel de ervaring eigenlijk in relaties dat mensen, eigenlijk mannen, eigenlijk alleen maar dingen kwamen halen en niet zoveel kwamen brengen. Ja, maar jij had natuurlijk ook het patroon dat jij veel makkelijker geeft dan ontvangt. Als jij namelijk op bent gestegen in die fontein, dan ontwikkel jij het patroon dat je makkelijker geeft dan ontvangt. En dat herhaalt zich vervolgens in je relaties. Okay, dus want als het patroon uit de fontein herhaalt zich in dagelijks leven. En als je dan ook nog, wat ik dan noem, behoeftige mannen in jouw geval om je heen hebt, dan betekent dat dat die het wel fijn vinden, want die zijn onverzadigbaar, omdat ze zo weinig eigenlijk al tekorten in de fontein hebben opgelopen. Dus die vinden het wel fijn om eindeloos van jou te ontvangen. Maar daar loop jij ook op leeg. Maar eigenlijk zeg je dus dat doordat ik niet op de juiste plek in de fontein stond, trok ik weer mannen aan die ook niet op de juiste plek in de fontein stonden. Ja. En doordat ik nu wel op een betere plek in de fontein sta, heb ik nu weer kans om ook een man aan te trekken die beter in de fontein staat. Of kan het ook zo zijn dat ik nog steeds een man aantrek die ook niet goed op zijn plek staat in de fontein? Nou, de kans wordt in ieder geval groter dat je een partner aantrekt die ook systemisch er gezonder voor staat, die meer stabiel in die fontein staat. Want eigenlijk blijkt altijd dat op het moment dat je, stel dat je beide niet, je moeder goed boven je hebt aangenomen, dan heb je beide niet zo de behoefte om je ten diepste te verbinden. Dus dat kan nog prima relatie zijn. Maar het gaat een probleem worden als de ene zich wel kan verbinden en de ander zich niet kan verbinden. Want dan voelt de ene partner die zich wel goed met zijn moeder kan verbinden, die heeft behoefte aan iets wat de partner niet kan leveren. En die partner die niet zo goed met de moeder verbonden is, die voelt dat er iets van hem of haar gevraagd wordt wat hij niet kan leveren. Dus je ziet eigenlijk dat langdurige relaties, want in het begin is iedereen verliefd en je hebt allerlei waarden die misschien overeenkomen of het is spannend. Ja, het begin, maar het gaat vooral om als de eerste roze wolk voorbij is. Ja, precies, ja, precies. Wat blijft er dan over? En dan zie je eigenlijk dat een relatie dan stand houdt op het moment dat je op ongeveer op dezelfde manier je moeder wel of niet boven je hebt gezet. En hoe die balans van geven en ontvangen in de relatie zich heeft ontwikkeld. Want dat kan, en dat zit natuurlijk ook constant in een relatie. Van je geeft iets aan de ander en de ander ontvangt. En relaties die vestigen zich dus pas als je over en weer van elkaar kan ontvangen. En dit zal ik ook toelichten, misschien ook aan een voorbeeld van mijzelf. In het verleden, ik ben ondertussen meer dan 20 jaar al met mijn huidige partner, maar vroeger stond ik niet goed in de fontein. En toen had ik ook een vriendje. En hij kon heel goed ontvangen. Gewoon goede, gezonde, leuke vent. En die wilde mij ook heel veel geven. Alleen, ik kon dat niet ontvangen. Want ik had van, ja, dit is te veel. Je hebt me dat ook al gegeven. Je hebt dat ook al gedaan. Nee, laat maar. Dit is te veel. En wat is erbij gebeurd? Hij is bij me weggegaan. En dit is eigenlijk een teken van geestelijke gezondheid van hem. Dat het niet om uit te houden is om wel te ontvangen en niet te kunnen geven. Dus daardoor ben ik een goede vent kwijtgeraakt, omdat ik niet kon ontvangen.
En hoe kwam dat? Omdat ik opgestegen was in die fontein. Ik zat in een onbewuste identificatie. Ik zorgde voor mijn moeder en ik had een oordeel over mijn vader. Oké. En nou, dat heb ik gelukkig een heel stuk aangekeken. En sindsdien sta ik dus goed op mijn plek. En dat betekent dus ook dat ik ook, ja, ik ontvang heel veel vanuit die onzichtbare fontein. En dat patroon herhaalt zich vervolgens ook in de rest van het leven. Ik heb compleet te maken met overvloed. En dat kan ik dus nu ook ontvangen, want er kan wel overvloed zijn, maar als het niet bij je binnen kan komen, omdat je het afketst op wat voor manier dan ook, ja, dan raakt het nog niks. Nou, ik kwam 8 maanden geleden ongeveer bij jou en toen was mijn laatste relatie weer mislukt, de zoveelste, de 6e relatie in 10 jaar. En toen was eigenlijk voor mij een moment dat ik echt dacht, oké, wat is nou eigenlijk mijn aandeel hierin en hoe kan ik dit nou veranderen? Ik moet zeggen dat bij die laatste relatie ik wel een stuk bewuster ben geworden van mijn eigen aandeel en mijn patronen, dat er heel veel triggers waren waar ik voor mijn gevoel al met EMDR-therapie aan ben gaan werken. Maar dat was dus kennelijk niet voldoende, want deze relatie liep ook stuk. Wat heeft het aandeel het niet aan kunnen nemen van mijn vader te maken met dat mijn relaties niet werkten? Nou, over het algemeen heeft je vader er iets minder mee te maken. Maar het enige is wel dat op het moment dat je dus je vader onvoldoende hebt aangenomen, dan krijg je bewijsdrang, wil je gezien worden. En dan kan je misschien ook wel op foute mannen vallen. En omdat je gezien wil worden of je hebt aandacht, je hebt adrenaline nodig, omdat je eigenlijk te weinig op primair emotioneel niveau kan voelen. Dus dan heb je secundaire emoties nodig. Dus daardoor kan je ook verkeerde mannen aantrekken. En dus dat zou jouw kant kunnen zijn. Maar het kan ook zijn, wat ik net ook zei, van een partner die ook hoe diep verbonden is met zijn of haar moeder. Dat heeft ook weer gevolgen voor jouw liefdesrelatie. Ja. En daar heb je geen invloed op. Nee. Maar wat er daarnaast ook nog kan spelen, dat heeft ook te maken met overlevingsmechanismen. Ja, daar zat ik zeker in. Ja, en daar wil ik eigenlijk 2 dingen van benoemen. Het eerste is de triggers waar je last van hebt. En afgesplitste kindsdelen, zoals dat heet. Want dat heeft allemaal gevolgen waardoor je niet in je volle, natuurlijke, gezonde kracht kan staan. Waardoor je ook, ja, andere personen zal aantrekken dan als jij gewoon in je veilige ik in het hier en nu geland bent. Afgesplitste kindsdelen, kun je meer uitleggen wat dat is? Ja. Een kind dat bijvoorbeeld, als toen het klein was, maar ook groter, maakt niet uit, maar ga maar even iets van een jongere versie van iemand zelf. Als die heel agressief altijd bejegend is, in elkaar geslagen is of grensoverschrijdingen plaats hebben gevonden, dan kan een overlevingsmechanisme kan beslissen van dat die een stukje van jouzelf afsplitst. En dan word je als het ware een gatenkaas en een stukje van jezelf wordt buiten jezelf geplaatst met daarin een trauma. Dus dan voel je dat trauma eigenlijk niet, dus jij kan gewoon doorleven. Maar je kan het ook niet verwerken, want het zit buiten je. En in zo'n afgesplitst kindsdeel, er zit ook vaak een bepaald vermogen wat je juist kwijt wil. Want als je dat bij je hebt, dan heb je er alleen maar last van. Stel nu het voorbeeld dat een kind heel erg in elkaar wordt geslagen door de ouders. Dan is het heel handig om als kind om het vermogen om je te verbinden, om dat af te splitsen. Want als je in elkaar geslagen wordt door iemand waar je minder mee verbonden bent, dat is minder pijnlijk dan als je in elkaar geslagen wordt door iemand waar je je wel verbonden mee voelt. Dus dan kan een overlevingsmechanisme dus zeggen dat er een afgesplitst kindspeel uit jouw lichaam wordt gezet, met daarin het vermogen om je ten diepste met een ander te kunnen verbinden. Wat wel belangrijk is als je een relatie weer Precies, wilt houden. Want door deze handeling van het overlevingsmechanisme kan je gewoon doorgaan, groeien op, word je volwassen, kan je eigen leven gaan leiden. Maar dan merk je dat je eigenlijk dus niet in staat bent om je ten diepste te verbinden. Want dat gaat enerzijds over de as van je moeder, hoe jij je dus verbonden hebt met innerlijk met je moeder. Dat bepaalt hoe je ten diepste met de ander kan verbinden. Maar je kan dus ook nog, kan er sprake zijn van een afgesplitst kindsdeel, van een soort van trauma. Dat verbinden heeft dus alleen maar tot ellende geleid. Ja. Dus hoppa, weg ermee. En
Of als je bijvoorbeeld zegt, ik vertrouw geen mannen meer. Dat je vrouwen... Precies, ja. Ik dacht, ik vertrouw helemaal geen mannen meer. Maar dat was ook een beetje dubbel. Want bij mij was het ook zo. Mijn vader die was niet heel vaak aanwezig. Die kwam op verjaardag of zo. En ik keek heel erg naar op. Want het was dan de man met een mooie auto. En die had dan geld. En wij kwamen best wel uit een arm gezin. En dus ik had hem helemaal geïdealiseerd eigenlijk. Ook omdat hij er gewoon niet was. Dus mijn moeder kreeg in principe overal de schuld van. En toen heeft hij mij een paar lessen geleerd. En één daarvan is... Als je huur niet kan betalen, moet je niet kleiner gaan wonen, maar harder gaan werken. Dus ik heb heel erg de mentaliteit gehad dat ik heel hard moest werken. En het tweede ervan was, je moet vertrouw nooit een man. En zorg altijd dat je je eigen geld verdient. En voordat ik bij jou kwam 8 maanden geleden, ben ik ook inner child healing gaan doen. En toen kwam ik er dus achter van, hey, dat is van mijn vader en dat is niet van mij. Ik mag wel een man nu gaan vertrouwen. Het heeft me best wel ver gebracht, maar het houdt me nu eigenlijk tegen op het gebied van een liefdesrelatie. Dus toen dacht ik geef het terug aan jou. En toen leerde jij mij dat je het niet terug moet geven. Want dan blijft het in het familiesysteem. Je moet het eigenlijk aan de bron loslaten. Ja, zo zal ik het niet helemaal formuleren. Ik geloof niet aan teruggeven. Nee. Want of de ander het oppakt of niet, je laat het los. En daarmee ben jij daarmee bevrijd. Want het is zowel dat je niet op een mannen mag vertrouwen. Is niet alleen maar. Dat was ook iets van jouw vader. Dus dat was een thema wat ook je vader jou geleerd heeft. Maar dat is van je vader. Maar het was dus ook dat jij door jouw ervaring met mannen ook geen mannen hebt vertrouwd. Nee, dus het je wordt continu bevestigd eigenlijk. Klopt. En zo kijk je dus dan ook naar de wereld. Want dan de versie die afgesplitst is, die eigenlijk zegt van mannen kunnen vertrouwen, die had je dus afgesplitst. Ja. Die heb je dus niet bij je. Dus dan krijg je ook in je ontmoeting met een man, krijg je altijd al een andere interactie dan als je dat kindsteel weer bij je hebt, waarin je vertrouwen in mannen kan en mag hebben. Ja, en als je dus je vader niet goed aanneemt, dan krijg je dus een soort van bewijsdrang. Nou ja, dat had ik ook absoluut in relaties. Ja. Dus ik, het was nog net niet wie het vers kon pissen, want zo deed ik. En wie het in het grootste huis woonde, nou, dat ook weer niet. Maar ik merkte ook wel dat ik dat zakelijk best wel had. Mm-hmm. En dat nu ik mijn vader beter heb aangenomen, dat het wegvalt. Dat ik zelf wil verhuizen uit dit huis, omdat ik denk, waarom zou ik in vredesnaam in 650 vierkante meter gaan wonen? Ja. Dus er valt heel veel last van me af, wat ik ontzettend mooi vind. En wat ik aan mezelf heel erg merk is dat ik wat meer kwetsbaar durf te zijn. Wat ik heel spannend vond. Want ik had best wel een ontzettende muur om me heen gebouwd. En ik durf nu wel echt meer het achterste van mijn tong te laten zien. En me wat kwetsbaarder op te stellen, waardoor ik wat zachter word. Maar even terug te komen naar het aannemen van mijn vader. Dat lukte dus niet in één keer. En daar was ik dus best wel teleurgesteld over. En ik snapte het ook niet zo goed. Dus we staan dus in die zaal of in die ruimte. En Els speelde mijn vader. En ik dacht dat ik mijn vader helemaal had geaccepteerd zoals hij was. Hij was wie hij was. En toen moest ik dus naar hem toe draaien om hem eigenlijk te gaan aannemen. En dat lukte niet. Mijn voeten wilden niet draaien. Ja. En wat gebeurde er toen? Nou, toen kon Els ook zich verplaatsen in mijn moeder en in mijn vader. En toen bleek dat mijn moeder dus onbewust, weliswaar, het moeilijk vond dat ik net zoveel van mijn vader hield als van mijn moeder. Ja. Dus hoe hebben we dat toen aangepakt? Ja, dit zijn allemaal hele onbewuste processen. In het dagelijks leven zijn mensen of ouders zich helemaal niet eens bewust van deze dynamieken. Maar je ziet dat als een ouder behoeftig is, dat betekent dat het om wat voor reden niet goed op de eigen plek in de fontein staat, dan wordt iemand behoeftig, die heeft tekorten. En die worden geclaimd vaak bij een partner, bij een werkgever of bij de overheid, maar ook bij kinderen. En een kind die wil ook op een bepaalde manier voor de moeder, in dit geval voor de moeder zorgen, want die was er in het dagelijks leven, was die beschikbaar, terwijl je vader er minder was. Dus je had er ook wel belang bij om bij je moeder te blijven. En je voelde diep van binnen dat jouw moeder ergens het niet helemaal aankon dat jij evenveel van de vader zou houden als van haar. Dus dat maakt ook weer dat je dan ontrouw aan je moeder moet worden. Dus je zag, je komt met je hoofd, had je het allemaal wel op een reisje, maar je zag dat jouw lichaam dus een andere taal sprak. En dat is wat ik dus ook bedoel met verwerken op 2 niveaus. Met je hoofd had je het allemaal wel redelijk op orde. Alleen je lichaam, die gaf dus iets anders aan. Ja. En dan ga je kijken van wanneer, we hebben dus meerdere sessies moeten doen, want we moeten jou op een bepaalde manier sterker maken.
En waar moeten we dan de kracht vandaan halen? Nou, als je al een stukje af bent gedaald bij je moeder, voel je sowieso alweer levendiger worden. Op het moment dat je iets je steviger voelt, is de kans ook groter dat er een kindsdeel bij je terugkomt. Waardoor je, zeg maar, die gatenkaas die je was, dus dat die weer opgevuld kan worden. Waardoor je ook weer meer stevigheid en eigen kracht krijgt, in plaats van dat de kindspijnen het allemaal overnemen. Ja, dus 8 maanden geleden kwam ik bij Els. Toen was mijn relatie net over. Ik herinner me het gesprek dat ze zei, blijf maar heel eventjes alleen. Dat galmde ongeveer 8 maanden door mijn hoofd heen. Want ik kon eigenlijk niet zo goed alleen zijn. Ik dacht dat ik dat wel kon, maar ik was eigenlijk altijd wel op zoek. Ik denk dat ik dus behoeftig was. Dus ik was altijd wel aan het swipen of om me heen aan het kijken. Of dan was ik naar een evenement en dan dacht ik, oh, misschien ontmoet ik hem hier. Ergens was er altijd wel iets in mij wat op zoek was naar een man. Maar ik dacht, ga nou eens een keer dit proces echt aan met jezelf en ben alleen. En dat kwam natuurlijk ook door jouw woorden. We hebben mijn moeder op de juiste plek gezet. Toen hebben we dus met mijn vader aan de slag gegaan en het kindsdeel naar binnen gebracht. En gisteren volgens mij de laatste stap gezet met mijn vader. Maar wat ik ook een hele mooie sessie vond, was de triggers. Want in mijn laatste relatie kwam ik er wel heel erg achter dat ik bepaalde triggers had. Toen werd ik eigenlijk bewust van het feit dat het triggers waren. En iedere keer als hij op die trigger drukte, belde ik snel mijn psycholoog en zei ik, ik heb een EMDR'tje nodig, want er zit nog wat. En jij leerde me eigenlijk, die triggers kom je nooit meer vanaf. Dus dat was ook wel een beetje een domper. Maar je leert ermee omgaan. Juist. Ja. Ik ben erg voorstander van dat de realiteit het meest helend is. En van bepaalde triggers ga je niet afkomen. En daar wil ik ook geen valse hoop in geven. Als ooit iets in het verleden dusdanig heftig is geweest, dan gaat op een bepaald moment gaat een zogenaamd overlevingsdeel het overnemen. En een overlevingsdeel maakt onderdeel uit van een overlevingsmechanisme. En dat is een besturingssysteem die de macht grijpt als die trigger zich aandient. Bijvoorbeeld bij jou was die niet gezien worden. Ja, toch niet gezien en niet erkend worden. Ja, niet erbij horen. Ja. Ook vertrouwen. Dus als mensen tegen mij liegen, dan ontplofte ik. Juist. En zo een gemiddeld mens, en dan ben je echt nog doodnormaal, heeft gewoon 3 triggers. Die zijn ooit vaak op jongere leeftijd zijn die bij jou geïnstalleerd. En op het moment dat die bij jou zijn geïnstalleerd, dan wordt er als het ware een grammofoonplaat afgedraaid. En daar kan je alleen maar uitrollen. En dan denk je op een gegeven moment, en op een gegeven moment is de kust weer veilig. Die trigger die wordt niet meer geraakt. Dus dan denk je van nou, ik ben er wel weer overheen gegroeid. Maar dan komt er weer een situatie dat jij bijvoorbeeld niet gezien of erkend wordt. Nou, en dat is dan niet uit te houden voor zo'n overlevingsdeel. En als dat echt te lang niet uit te houden is, dan meldt hij zich. Dan gaat hij eigenlijk je normale gezonde besturingssysteem, die zet hij aan de kant. En dat besturingssysteem, dat overlevingsdeel, neemt het dan over. En die gaat weer die oude grammofoonplaat gaat hij afspelen. Dus dat betekent dat jij, wat zei je vorige maand of zo, dat je nog een keer even helemaal uit je dak was gegaan. Toen zei ik van joh, je bent gewoon weer getriggerd op die triggers. Ja. En die gaan niet weg. Nee, dat was wel zo dat ik ben dus uit mijn dak gegaan. Eventjes jullie beeldvorming. En daar baalde ik zelf heel erg van. Ja, dat ik me had laten gaan. Het was in de werksfeer eigenlijk. Maar het kwam wel omdat diegene op 3 van mijn triggers had gedrukt. Just. Dus toevallig de 3 triggers die ik alle 3 had, daar drukte zij op. En toen heb ik me laten gaan. En dat vond ik ontzettend jammer. Maar je moet jezelf dan ook wel weer vergeven, denk ik. Ja, jezelf mag je wel vergeven. Bij een ander laat je het altijd los. Maar jezelf mag je vergeven. Want als er eenmaal een trigger bij je is geïnstalleerd, dan is de situatie ooit dusdanig ernstig en serieus geweest dat daar een overlevingsdeel met een grammofoonplaat bij is gekomen. En ik ken geen methodiek om die te overschrijden. EMDR kan je bepaalde plaatjes, van bepaalde beelden kan je wel bepaalde emoties afhalen. Maar als je echt goed getriggerd wordt op die trigger, dan blijft die bestaan. Het enige wat je wel kan doen is dat
Ja, je wordt je er bewust van. Dus je weet, oké, dit is mijn trigger. Ik had laatst nog zo'n situatie. Mm-hmm. Toen wist ik, oké, nu zit ik in mijn trigger. Ik voel het. Dus ik kreeg een droge mond. Mijn hart ging sneller kloppen. En toen dacht ik, oké, dit is mijn trigger. Rustig blijven, eventjes ademhalen. En je komt straks wel weer terug. Dus je wordt er gewoon bewuster van op een gegeven moment. Terwijl daarvoor ramde ik er gewoon in één keer in. En dacht ik dat ik in mijn gelijk stond. Dus dat is wel een wezenlijk verschil. Volgens mij, omdat ik nu op een betere plek in de fontein staan. En daarmee heb je dus al veel meer thema's aangekeken. Je hebt die kindsdelen teruggehaald, dus je bent voller geworden. En daarmee kan je ook veel meer in het hier en nu staan en in je lichaam blijven. Want in je lichaam zitten die primaire emoties. En dat kleine meisje van vroeger, die kon bepaalde dingen niet aan. Als je niet gezien of erkend werd. Of dat je iemand was aan het liegen en dat kon je niet handelen. Dat kleine meisje kon die heftige primaire emoties die daarbij horen, kon ze niet handelen. Maar deze meest recente versie van de persoon die jij tot op de dag van vandaag bent, die kan dat wel handelen. En zeker als je al veel thema's aan hebt gekeken, dan kan je vrij makkelijk bij die emoties kan je komen. Even wat ademhaling naartoe sturen en dan ben je er weer door. En dan kom je vermoedelijk niet eens meer in de trigger van je overlevingsdeel, want je hebt al die primaire emoties die horen bij die trigger van niet gezien worden, die kan je best wel even uithouden. Dat kleine meisje kon het niet uithouden. Nee. En deze versie wel. En daarmee hou je dus eigenlijk het hier en nu hou je schoon. Want we zien heel veel, het hier en nu lijkt onveilig, terwijl het eigenlijk best veilig is. Maar er komen heel veel beelden van het verleden die worden over het nu gelegd. Of allerlei beelden, angstbeelden van de toekomst. Die komen ook weer erover. Ja, hoe zuiver neem je dan nog waar? En hoe oud ben je dan als je zo boos bent? Dat is de vraag. Kunnen we de conclusie trekken dat als je dus op de juiste plek komt te staan in de fontein, je meer kans hebt op een gezonde relatie? Ja. En dat als je niet op de juiste plek staat in de fontein, je eigenlijk geen schijn van kans hebt. Nou, dat wil ik niet zeggen, geen schijn van kans. Want een relatie blijft ook altijd die uitwisseling van geven en ontvangen. En dat kan ook bij mensen die op een bepaalde manier beschadigd zijn, kan dat een hele warme en liefdevolle en veilige uitwisseling van geven en ontvangen zijn. Dus dat kan een hele prima, mooie relatie zijn. Maar op het moment dat je steeds meer je moeder aanneemt en je vader ook boven je hebt staan, word je steeds gezonder. Dus je gaat ook steeds meer op zoek naar gezonde relaties. Want sommige mensen die denken dat je helemaal versmelten met de ander, dat dat een gezonde relatie is. Absoluut niet. Ik zie dat juist eigenlijk ook wel eens als, ik vergelijk het soms ook wel eens als twee bierveeltjes die zo tegen elkaar staan. Kan je voorstellen als er twee bierveeltjes, één moment, zo'n magisch moment, dat de beide partners die houden elkaar letterlijk en figuurlijk overeind. Maar als er eentje gaat wankelen, hoppa, dan wankelt de ander ook. Dus dat is eigenlijk, zo'n relatie is eigenlijk zo helemaal verbonden zijn. Je weet niet waar jij ophoudt en de ander begint en andersom. Dat klinkt allemaal heel romantisch en leuk, maar eigenlijk is het ongezond. Eigenlijk is een gezonde relatie, je staat beide op je eigen benen en je hebt een bepaalde verbinding. Maar als de ene omgaat, gaat de ander niet om. En de grootste kans om op zo te blijven staan is als jij innerlijk je ouders goed boven je hebt staan. Je kent je triggers voor trauma, zodat je er misschien ook wel door goed die primaire emoties op tijd weg te werken, kan je in je gezonde deel blijven in plaats van je overlevingsdeel. En als je dan ook nog kindsdelen terug hebt, nou, grote kans dat je dan hier staat. En daardoor krijg jij een andere uitstraling. En daardoor zul je een ander type partner gaan aantrekken. Ja, nou dan wil ik toch even afsluiten met het feit dat ik dus weer een partner heb aangetrokken. Het is wel heel grappig, want ik was natuurlijk altijd op zoek naar mannen. Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, kon niet zo goed alleen zijn, wat ik net al zei. En er was een moment, ik heb net twee veulens gekocht, dat ik hier in het weiland stond deze zomer en dat ik stond te knuffelen met veulens en dat ik dacht, nu snap ik wat mensen bedoelen. Dat je intens gelukkig voelt op jezelf, zonder man, zonder aandacht, zonder afleiding. Ik was toen 6 maanden alleen en ook 6 maanden echt alleen. En toen belde eigenlijk een vriend van mij. En die vroeg om wat advies en hulp. En daar ben ik mee in contact gebleven. En daar ontstond iets, maar waar ik me eigenlijk tegen heb verzet. Omdat ik dacht aan jouw woorden dat ik alleen moest blijven. Blijf maar even alleen.
Aline, zei je. En ik had voor mezelf bedacht dat dat een jaar moest zijn. Dus ik had me heel had erg... Nee, dat had jij natuurlijk helemaal niet gezegd, maar dat had ik voor mezelf natuurlijk bedacht. Dus ik had me heel erg verzet, de eerste 6-7 weken ertegen. En toen kon ik me er niet meer tegen verzetten. Ja. En ik moet zeggen dat het een hele mooie relatie is, waar we heel veel dingen in bespreken en waar hij ook door zijn eigen proces aan het heen gaan is. Maar wat ik wel heel spannend vind. Dus soms krijg ik dus zo'n trigger, wat ik net al uitlegde. En krijg ik een beetje hyperventilatie of zelfs een beetje een angstaanval heb ik ook wel eens gehad. Omdat het eigenlijk wel ook weer zo bijzonder is wat er gebeurt. Ja. Nou ja, wij hebben gisteren een sessie gehad en toen heb jij mij iets uitgelegd over het lot aankijken. En ik dacht het wel mooi om daarmee af te sluiten. Dat als je een relatie hebt, hoe dat er dan uit zou zien als je samen bent en allebei het lot aan durft te kijken. Nou, het is heel mooi om te zien dat je dus nu een ander type partner aantrekt. En het belangrijkste ook is dat jij nu kan ontvangen. Want daarvoor wilden ze misschien ook nog best wel geven, maar jij kon het onvoldoende ontvangen. Terwijl je eigenlijk zo'n behoefte dan had, maar het kon echt net niet binnenkomen. Dus ziet, eigenlijk vond ik het heel vervelend dat er allemaal mannen op mijn pad kwamen die soort van niet voor mij wilden zorgen. Of waar ik heel veel aan gaf, maar ik kon dat helemaal niet ontvangen. Precies. Dus het was eigenlijk een beetje dubbel. Juist, ja, zo complex kunnen relaties. Maar nu heb ik dus een man die heel veel wil geven, of tenminste voor mijn gevoel dan, heel veel. En dat vind ik dus, dat is eigenlijk waar ik net naar refereerde, die angstaanval. Dat vind ik dus heel spannend, om kwetsbaar te zijn en te zeggen, oké, zorg maar voor mij. Ja, en dat kwetsbaar, ik zal zo iets zeggen over het lot, maar dat kwetsbaar zijn, dat vond je als jongere versie van jezelf, kon je dat niet handelen. Maar deze meest recente versie van jezelf kan die kwetsbaarheid juist handelen. En daardoor kan je ook de mooie momenten ook nog veel meer koesteren. Want als je geen moeilijke emoties kan voelen, kan je ook geen positieve en de meest diepe, immenselijke positieve emoties voelen. En dat maakt kwetsbaar, dat hoort bij het leven. Ja, nog heel eventjes om daarop dieper op in te haken. Je kon natuurlijk niet kwetsbaar zijn als jong meisje, omdat je dan gevaar liep, zeg maar. Ja, dus dan zat je in je overleving. En die overleving heb ik gewoon jarenlang volgehouden. Klopt. Je kan nu leven. Ja. En je hebt je lot aangekeken. En wat eigenlijk ook een... Nou, ik had al eerder iets gezegd van in systemen zitten wetmatigheden. En dit is ook een wetmatigheid die we eigenlijk vaak zien. Als dit twee partners zijn. En nu maak maar even de kijkrichting van. Dit is de partner. En stel dat jij, dit is je partner, zeg maar, en dit ben jij. Jullie staan gezellig naast elkaar en jullie kijken die kant op. Nou, dit is het lot van jouw partner. En dit is jouw lot. Ieder mens heeft gewoon een lot. Een lot betekent... Of dat zijn eigenlijk alle omstandigheden waarom jij geworden bent zoals je bent tot op de dag van vandaag. En daarin zit al het pech, het ingewikkelde, de pijn, maar ook het mooie en het feit dat je wieg in een veilig land heeft gestaan in plaats van in een land van oorlog of iets dergelijks. Dus het lot omvat alles. En de wetmatigheid is, de eerste wetmatigheid is dat iedereen die zijn lot echt aankijkt, die krijgt altijd kracht voor handen. En dat kunnen we ook in opstellingen heel mooi verbeelden. Dat iemand, dan zet ik iemand voor het lot neer, een mens. En als dan de representant van de cliënt daarnaar kan kijken. En die kan echt kijken. Dus niet wegkijken of half kijken, maar echt kijken. Kan je een voorbeeld noemen van het wegkijken van je lot? Het wegkijken van het lot is dan, zou het dan zo zijn of niet eens echt willen kijken. En dit zijn mensen die soms al jaren elke week gesprekken voeren, allerlei therapeutische dingen doen, maar ze blijken er niet doorheen te komen. Dus ze zitten aan de oppervlakte eigenlijk. Dan komen ze precies. Ze kijken net niet in essentie aan nog wat eronder zit. Precies. En dat is nooit onwil, dat is altijd onmacht. Er is nog bepaalde pijn die te groot is. Alleen hier gaat nu het vervelende ontstaan van. Stel dat deze persoon het lot net niet aan wil kijken. Het is makkelijker om dan van de ene relatie in de andere relatie te stappen of lekker af te leiden of allerlei lekker bezig te zijn, maar niet te voelen. Ja. Dus dan kijk je weg als het ware. Dus je kijkt die kant op. Dan gaat een partner
die draait dan bij je weg, innerlijk. Ook al zou je dan een partner hebben. Dus als ik het heel even terug naar mij refereer. Ja. Ik keek het lot eigenlijk niet aan. Ik ging gewoon van de een naar de ander. En ik wilde niet kijken van waar eigenlijk door kwam. Ja. En die partners liepen bij mij weg. Ja, precies. Want je voelt, een mens voelt diep van binnen of iemand zijn lot wel of niet wil aankijken. En op het moment dat jij eens een keer in echte, hele primaire pijn zat, ben ik van overtuigd dat ook deze partners wel af en toe even naar je toe konden draaien. Dus als ik me kwetsbaar kon opstellen. Precies. Maar op bepaalde momenten ook niet. En zeker als dit ook mensen zijn die ook hun eigen pijnpunten nog onvoldoende hebben kunnen aankijken, dan is dat vaak ook te confronteren. Dan gaan zij ook weer weg. Ja. Dus de wetmatigheid is in de basis, als de balans van geven en ontvangen in de basis nog goed is in een relatie. Op een gegeven moment als het verschil tussen geven en ontvangen te groot is, ja, dan heb je het überhaupt gehad. Dan zie je soms wel eens van, stel dat deze persoon zijn lot de hele tijd niet aankijkt. Dan heb jij het gevoel dat je heel hard gewerkt hebt om daar iets aan te doen. Dus dan heb je het gevoel dat je heel veel hebt gegeven en weinig hebt ontvangen. Dus die balans tussen geven en ontvangen is helemaal scheef getrokken. En dan zegt iemand bijvoorbeeld van, ja, dan ga ik het toch uitmaken of ik ga scheiden. En dat is vaak het moment dat deze persoon dan, in plaats van weg te kijken, opeens het wel kan aankijken. Alleen dan is de relatie soms is het al te laat ervoor. Want, maar in essentie, als de balans tussen geven en ontvangen tussen partners in de basis nog goed is, en de ene die kijkt zijn lot aan, dan zal de andere er naartoe draaien. Naar de partner. En andersom, naar de partner. Ja. En dat voel je in je lichaam. Dat je ook denkt van, als je partner ergens mee zit, dan voel je wel van, dit is echt, dit is zuiver op primair emotioneel niveau. Want daar loop je niet leeg op. We lopen leeg op secundaire emoties van een ander. Dus als mensen allemaal klagen, maar niet echt bij de kern komen, zeg maar. Precies. Dan heb je daar op een gegeven moment, denk je, ach, dat geklaag en vermoeidheid. En andersom. Een ander loopt ook leeg op jou als jij constant secundaire emoties verzandt. Oké, dus dan loopt ze bij jou weg. De key tot een gelukkige relatie is op de juiste plek staan in de fontein. Ja. En je lot durven aan te kijken. Precies. En dan, ja, je moet natuurlijk nog wel hopen dat je gewoon een leuke partner tegenkomt. Want ook op waardeniveau moet je natuurlijk gewoon dingen delen. En dat je in elkaars behoeften kan voorzien. En naarmate jij steeds volwassener wordt, en dat betekent dus steeds beter op jouw plek in de fontein staan, dus dat is eigenlijk het maffe. Hoe meer jij afdaalt naar de kindsbak in de fontein, hoe volwassener je wordt. Dus eigenlijk door kind te zijn in de kindsbak, word je volwassen. Want op het moment dat je zorgt voor een ouder, dan geloof je in sprookjes dat je iets kan redden wat toch niet te redden is. Als je boos bent op een ouder of dan ben je eigenlijk een arrogante puber, hoewel je soms ook best wel gelijk kan hebben. En als je niet kan voelen, dan zit je in een overlevingsmechanisme of in een trauma. Dus je wordt eigenlijk pas echt volwassen als je op jouw plek in de fontein staat. Maar dan heb je dus ook behoefte aan volwassen reacties van anderen, van je partner. Dus daarom vind ik het alleen maar heel fijn als er steeds meer mensen goed op de plek staan in de wereld, zowel mannen als vrouwen. Want ik geloof zeker dat we daardoor een mooiere wereld krijgen, liefdevollere relaties. En ook dat de ander ook de ruimte gegund wordt. Want op het moment dat je bijvoorbeeld ook dus wederom die vader niet goed hebt aangenomen, dan gun je de ander ook minder de plek. Dus dan krijgen we ook weer een complexere wereld. Ja. Dus, Nou, vertel het voort. De Fontein. Prachtig boek. Daar kunnen mensen in ieder geval alvast mee beginnen. En wie weet een opstelling daarna. Dankjewel, Els. Heel graag gedaan. Voor je komst. Ik vond het mooi. En we gaan nog even door. Zeker. En nou, dank voor je openheid. En fijn dat we jou zo mogen zien. En daarmee kan je ook een voorbeeld weer dien jij voor anderen. Die daardoor ook wellicht stappen kunnen zetten in het aankijken van hun eigen lot. Dus. Ja. Prachtig, interessant gesprek. Op een ander niveau. Ik voel me super dankbaar dat ik al enige tijd word gecoacht door Els. Het heeft me heel veel inzichten gegeven, maar ook dingen rechtgezet in mijn familiesysteem. Waardoor ik het gevoel heb dat het me nu wel gaat lukken. We komen ook een beetje aan het einde van het onderzoek natuurlijk. Maar er zijn misschien toch nog een paar opties die ik wil onderzoeken. En één daarvan is reïncarnatietherapie. Want misschien is het wel eerder geworteld in een vorig leven? Of misschien moet ik niet zo ver terugkijken, maar misschien
zit de wortel van mijn hechtingsproblematiek bijvoorbeeld bij mijn voorouders. En daarom wil ik toch nog één onderzoekje doen. En dat is een reïncarnatiesessie met Maarten Oversier. En die komt dan ook in de volgende aflevering van de podcast Waya onderzoekt de liefde. Mijn moeder staat in ieder geval nu op de goede plek in het systeem en ik ook. Dus ik sta veel beter in mijn kracht en dat voel ik ook. En ik denk dat het ook wel tijd wordt dat ik het nu gewoon ga doen en ga leven. Ik ben bewust, ik heb onderzocht en ik weet waar mijn valkuilen liggen. En ik weet ook met name waar mijn patronen vandaan kwamen of komen. En nu moet ik het gewoon gaan doen. Ik denk dat dat de allerbelangrijkste les is van mijn onderzoek. En niet meer te veel nadenken over alle stappen. Want dan wordt het leven wel heel ingewikkeld. Als je het hebt aanvaard en gezien en aangenomen en erkend. Dan wordt denk ik ook gewoon tijd om het weer los te laten. En gewoon het leven te gaan beleven. Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. En ik heb een leuke aanbieding voor jou. Namelijk mijn killer planner. En dat is niet zomaar een planner. Het is een planner zonder data. En met heel veel mooie oefeningen, visualisatieoefeningen, meditatieoefeningen, bewustwordingsoefeningen, bewustwordingsvragen. Omdat die zonder datum is, kun je hem altijd weer erbij pakken als je hem een tijdje vergeten bent. En eigenlijk staan er al mijn tips in onderweg naar succes, maar ook onderweg naar meer balans, spiritualiteit, noem het maar op. Met persoonlijke quotes van mij en andere mensen waar ik enorm naar opkijk. En ik heb de planner nu in de aanbieding voor €12,95 op de mkbmshop.com.